Bankenstein geeft het signaal voor de aftrap. Waterreus, doelman die afgelopen jaar bij de 1-0 de penalty veroorzaakte, waardoor de Ajax won. Ronaldo, Niels, eerste keer Ronaldo. Fout van de Boer en komt hij hier nog uit, Ronaldo? Nee. Goed verdedigd in tweede instantie door Frank de Boer naar de Cocu, Ronaldo. De eerste keer, nou tweede keer in balbezit. Beetje duwen en trekken bij Faber. Niels en natuurlijk dan meteen Ronaldo opzoeken. Ronaldo, aangeraakt schot. En weer een hoekschop. Ja, Jonk is dan boos dat hij niet Numan ziet staan. En ook Numan gaat tekeer. Ik vind dat een beetje overdreven, want als de bal... Ja, vindt toch Ronaldo. Terwijl heel Ajax staat te kijken. Ronaldo de beste kans. En het scheelt een meter. Dit was knap van PSV. En ook PSV een goed voetballend team te maken. Hij is nu natuurlijk trainer. U weet het allemaal bij Werder Bremen. En ontmoet binnen 2 weken PSV. Ronaldo en schot van Niels uiteindelijk. Die de bal bijna wegpikte voor de voeten van Ronaldo. Die nog voorbij. En de vrije man nu weer Linskens. Ronaldo weer. En nu Giraak. Het kon niet uitblijven. Oh, wat is dit een fantastische speler. En mogen we hem alsjeblieft nog jaren in Nederland houden. Misschien via een nationale collecte of zoiets. Ronaldo zet PSV op 0-1 naar 31 minuten spelen. En er is wat zeggen, Wim. Het is terecht. Maar moet je eens kijken hoe hij hem aanneemt hier. En zo makkelijk wegdraait bij Reiziger, wat toch een van de snelste spelers van Nederland is. Krijgt hij hem voor zijn rechterbeen. Van der Sar staat vast. Ja, terecht. Kunnen het niet anders onder woorden brengen. Zo makkelijk, zo snel, zo wendbaar. Faber. En Niels. Ronaldo, gaat hij weer? Nou, het is nog niet zo makkelijk natuurlijk. Ronaldo tegen de Boer. Oh, Ronaldo. En dan bijna het doel gelopen daar door Linskens. Ja, het is prachtig. Kijk wat hij nu weer doet hier. Dit is uniek, Ronaldo natuurlijk. Geeft hem goed voor. Op Vink, meen ik, die daar al was. Nee, Linskens in dit geval. Die legt hem terug voor de voeten van Cocu. En dan gaat PSV er weer vandoor. Geen moment om op adem te komen. Zo hoog is het tempo. Prachtig weer van Ronaldo. Vink. Niet dit jaar. Ronaldo goochelt zich er weer doorheen. Nou, of dit nou een overtreding van Reiziger was. Hij was voorlopig in ieder geval winnaar, want hij had de bal. Nou, maakt een schaarbeweging. Laten we daar maar op houden. En dan houdt ook de scheidsrechter het als gegeven aan.